Winston. Hartelijk welkom ook, had ik al gezegd. Dank u. Winston, ja, voor jou is deze eeuw ook wel aardig begonnen, kan je zeggen. Hij is heel goed begonnen, ja, zelfs. Ja. Jongen, jongen, ze noemen jou een beetje de prins van de hedendaagse tv, hè? Nou, dat vind je leuk. Je zit nu naast een prinses. Ja, zeker. Dus dat komt wel goed uit. Je bent de Benjamin van de Nederlandse tv. Ja, dat klopt, ja. Hoe heb je dat nou allemaal ervaren? Gaat het niet een beetje snel? Kan je het verwerken? Verandert het je leven? Ja, natuurlijk een beetje. Ja, ik heb natuurlijk hiervoor heb ik een seizoen Westwind mogen meedoen. Ja, je wist al een beetje van hoe het hoe leuk ik het eigenlijk wel niet vond, het acteren. En ja, daarna deed ik eigenlijk dus de audities voor Goede Tijden. Ook een beetje last van je neus, hè? Ja, ik merk het alweer. Het wordt zo overgedragen. Ja. Nee, maar het gaat hartstikke goed. En ik ga elke dag echt met ontzettend veel plezier naar mijn werk. Dus. Als het nou zo lekker gaat, hè? Je bent in de bloei van je leven. Wat blijft er dan nog te wensen over in het nieuwe jaar voor jou? Gewoon lekker doorgaan met Goede Tijden. Lekker zo doorgaan? Ja. Je bent helemaal blij. Oké. Okay. Nou, wij hopen ook dat je lekker zo doorgaat. Winston Post is toch jouw echte naam, hè? Dat klopt, ja. Dus niet je artiestennaam. Nee, nee, dat niet. Maar in de serie heet je Benjamin. Benjamin Borgers, ja. Dat klopt. Zou je dat nou niet vergeten? Ik ga het proberen, Ron. Oké. Okay. Hey, Chrissy, met Winston. Ze zijn de camera aan het onderzoeken. Wie? De politie. Goedemiddag. Mag ik vragen wat jullie hier komen doen? U bent Winston Post. Bogaard. Ja, dat klopt. Hier knap je veel meer van op. Beoordeling. Die kan ik wel vergeten als ik niet doe wat ze vraagt. Dus je bent eigenlijk een hoer. Nee, ik zit niet vast. Je kent mij toch? Ja, twee vrouwen. Zeg maar, zijn het wel genoeg. Ja. Nee. Moest luisteren, jongen. Ja. Die twee vrouwen hebben mij natuurlijk flink genaaid. Mijn neus. Sorry, jongens. Godverdomme! Ja. Ik heb er ook iets mee, blijkbaar. Ja. Wat ga je doen? Ik ga Robert bellen om te vragen hoe. En op welk nummer? De telefoon heeft ze kapot gemaakt. Okay, de pies, hè? Nee, is ik. Kut. Dat komt dus niet. Zou Hedwig nou weten dat ik ook in Gambia ben? Nou ja, zogenaamd dan. Ik weet niet of Hedwig een aansluiting heeft daar. Als het zo is, dan zouden jullie kunnen chatten. Chatten? Ja, chatten. Toch, jongens. Ik denk nou. Hoe ziet ook alweer een rat eruit, Anita? Nou, niet het aanzien waard, Roos. En wat voor geluid maakt een rat? Oh, lol. Holle bomen. Holle bomen. Oh, samen. Gaat het weer een beetje, meneer Post? Ja, het gaat. Ik heb daar nog weken last van gehad. Wat een ram, hè? Zo. Van je vrienden moet je het maar hebben. Een mooie akoestiek, trouwens, hè? Top. Mooi hol, mooi hol. Irene, hartelijk welkom. Hallo. Ja. Irene, ja. Ook fijn dat je er bent. En het moet voor jou ook even lekker zijn. Om even lekker een feestje te vieren. Ja, even zitten. Drankje erbij. Heerlijk. Of bedoel je wat anders? Nou, ik bedoel ook even dat je even zonder die Carlo.
Ja. Nee? Ja, nee, ja, ja, dat is... nou, ja, ik zie hem wel heel vaak, inderdaad. We zijn allemaal fans van Carlo, dat gaat niet. Maar hij is altijd zo erg aanwezig, hè? Ja. En ik kan me best voorstellen dat jij het ook even lekker vindt. Even niet. Nou, dat valt wel mee. Ik vind het wel lekker, hoor. Een beetje reuring in de tent. Dat wel? Ja. Want dat heeft hij wel. Ja. Laten we maar even naar deze beelden kijken. Live en cooking. Oh. Rudolf, kan ik je helpen? Oh, dat gaat. Ja, het is een drukte van belang hier. Ja, hè? Ja. Hoe laat gaan we eten eigenlijk? Is het al zover? Dat bijna. Dat weet niemand. Oké, okay, we gaan lekker. Goed. Nou, ik ben klaar met de jus. Kijk, laat hem. Oh, Carlo. Rudolf. Ja, het is echt een tuin. Ik wil je één ding vertellen. Okay. Nou, aan, huppatee, ja. Duwen. En daar is hij vasthouden. Ja. En dan moet hij erop, hè? Ja. 1, 2. Oh. Nou, fijn, hè? Ja, dat karretje, dat is niks, dat karretje. Ik wil graag dat iedereen een bruisje. Je bent toch zo onhandig. Ik ga naar een ander feestje. Je bent zo verschrikkelijk. Ik wil alleen maar zeggen op de vraag. Je bent toch verschrikkelijk. Kom even zo. Laten we even hier tot rust komen. Wat een binnenkomer. Wat is er aan de hand? Kom even hier staan. Gerard, wil jij hier even... Kom maar, hoor. Dag iedereen. Alsjeblieft, jongens. We moeten door. Ik had nog een cadeautje voor je mee. Dank je wel. Voor jou niet, dus... Nee. Kom even hier. Wat is er? Gaat het goed? Kom even. Nou, je ziet er lekker uit met je make-upie. Ik wil gewoon even dit uitproberen. Ik ben helemaal... Waar zit het gasfornuis? Het gasfornuis. Het gasfornuis. Dan doe je alleen maar zo en dan ga je. Wat moet ik doen? Helemaal mooi. Wij doen echt ons best, hoor. Wij doen ons best. Ik ga ook klappen. Maar er gaat ook heus wel ook een hoop goed, hoor. Jawel. Ik zit ook te klappen, maar het is nu ik het terugzie... het is nu duidelijk, het is helemaal andersom. Carlo is de rustige. En jij hebt een bepaalde drang. Er gaat wel eens iets mis bij me. Ja, dan word ik, ja, wij noemen dat lyrisch en dan vind ik het zo leuk. En dan wordt het, dan gebeuren allerlei rare dingen. Hoe lang werken jullie nu samen? Wij werken nu, moet ik goed even denken, dat was Hit Bingo, was het eerste programma dat we samen deden. En dat is 9 jaar geleden. Volgens mij voor 8 jaar, 9 jaar. En je bent heel begaan met zijn wel en wee. Wij weten alles van elkaar. Ja. De ins en de outs. De ins en de outs. Die ga ik hier niet verspreiden, dat begrijp je. Daarnaast heb je... ook een programma? Ja. Want dat is het leuke in Nederland. Wij hebben allemaal 2 programma's, minimaal. Ja, dat... Nee, dat is heel gek. Dat kost een hoop geld. We moeten er gewoon ook er wat voor doen, hè? Ja. Zo gaat dat, hè? Zo had ik het nooit gezien. Ja. Nou ja, het is... Ja, maar in het buitenland heb je niet. Dan moet je meerdere programma's doen. Nee, oké. Okay. Maar je zit ook in het infotainment. Je hebt eigenlijk 4 programma's. Je hebt live en cooking en list en bedrog. Nou, zo voelt het wel, ja. Ja. Zo voelt het wel. In List en Bedrog, daar zit je ook lekker. Dat zie ik aan je. Het is een heel leuk programma. En je hebt filmpjes. Ja, er zijn filmpjes over dingen die achteraf waar of niet waar kunnen zijn. En 1 filmpje is dan altijd samen met Carlo. Dat zijn dan de sketches in het programma. Ja. En dan spelen we zeg maar een soort van verhaal na. En daar hebben we ook altijd ontzettende pret in. Ja, we hebben net al eerder in het programma vastgesteld... dat Carlo beslist geen drukke jongen is. Maar hier had hij net even... nieuwe batterijen. 2! Ga staan! Geld vragen voor uw deugden! Mevrouw heeft u enig benul! Wat een schande! Heb je enig idee? Heeft u enig idee wie wij zijn, mevrouw? Heeft u enig idee wie wij zijn? Nou, zegt u het maar. Ik ben John.
Het enige idee die ik ben. Wie ben ik? Dat is de vraag. Oh, wat erg, hè. Mag ik antwoord op geven? Mijn naam is John. Ja, John. Oh, kut. Ik kan het echt niet. Al was u koning George de Derde. Het maakt me niet uit. Alles heeft een prijs. Zo, nog wat te eten? Wat? Zag je die? Denk ik! Zo! Ja. Het is best moeilijk, hè, van die moeilijke namen onthouden. Ja, dan doe je er een paar keer over. Maar Irene Moors, Laat ze maar lachen, is niet alleen een gezellig programma, vind ik persoonlijk. Maar het is een onthullend programma. Want we zien nu twee keer dat jij het strijdperk verlaat. En dat doe je op beide keren geniaal. Vind je? Ja. Ten eerste met die, met die brommetje. Ja. Maar deze was ook mooi, met het pruikje. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Nou, dat was meten. En door de knie, nee hoor, nee. Het was echt, ik was zo blij dat het er eindelijk op stond. Dus ik ging echt, oh, ik denk, hij staat erop, hij staat erop. En ik denk ineens, wat voel ik goed. Nee, het was echt vreselijk. Schitterend. Gelukkig was het op zich niet nodig in het filmpje zelf. Dus het was gelukkig wel klaar op dat moment. Straks, dames en heren, nog veel meer intrigerende stellen. Hier, bij Laat ze maar lachen. Maar we moeten even plaatsmaken voor wat andere boodschappen. En we zijn zo terug. Zo! We zijn zo terug! Ja, kijk eens even. Meneer Huisman, bolletje nog gezellig erbij. We maken zijn er zo kijk, terug! We hebben hier nog, wou ik nu even laten zien. Dames en heren, we zijn zo terug! Zo terug, oh zo terug! Ik moet even de reclame starten. Reclames. Moet ik niet naar binnen dan? Even lekker op. Zo terug. Wanneer ben ik aan de beurt dan? Hoe werken die reclames? Hoe ging dat ook alweer? Welke knop? De reclame, lopen ze al? Nee, lopen nog niet. De reclame, zo. Ik doe zelf even wat reclame. Ja, dames, nou, u hebt ook wel, hè, dat je zegt, oh, hij zit niet lekker. En, nou, daar zijn weer nieuwe, hele nieuwe oplossingen voor. U kent ze wel, die ouderwetse inlegkruisjes, die, die passen nergens in. En het zit niet lekker, dat zit niet lekker. Nu nieuw. Nu kent ze, je hebt ze met allerlei dingen. Je hebt ze met vleugeltjes. Maar nu heb je ze ook met vingertjes. Dus dat is lekker. U doet ze erin. Stop ze lekker bij elkaar. Oh. Oh. Leuker kunnen we het niet maken. Maar wel makkelijker. Dan gaan we wel. Oh. Oh. Ik weet niet hoe het werkt. Het warme, hoe werkt het nu? Niet warm. Oh, hallo. Oké, okay, hallo.